Goedemorgen allemaal. Elke dag is er reclame op de tv en dat wordt steeds meer. Hoe belangrijk reclame is voor de omroepen en hoeveel invloed reclame kan hebben op de kijker, dat zien we nu in de tweede aflevering van Anders TV kijken. Ook als op het volk. Als je echt van de tropen wilt genieten. Maar deze is nog witter en heerlijk zacht. Oh. Ah, ah. Ja, verdorie. Oh, hallo allemaal. Ik zit net lekker tv te kijken, krijg je weer reclame. Maar ja, in de vorige aflevering zagen we dat de omroepen op Nederland 1, 2 en 3... en de commerciële, RTL 4 en 5, het geld van die reclame heel hard nodig hebben. Fabrikanten maken alle mogelijke producten, van luiers tot wasmiddelen. Van bier tot kleding. En al die producten moeten verkocht worden. Daarom maken fabrikanten reclame, zoals met aanplakbiljetten op straat. Of ze plaatsen advertenties in kranten en tijdschriften. Ook met huis-aan-huis reclame proberen fabrikanten de mensen over te halen hun producten te kopen. Ze kunnen ook reclame maken op televisie. Nieuwe Vidal seizoen voor kids. Zacht voor de ogen, hard voor klitten. Fabrikanten moeten daarvoor betalen. Ze kopen zendtijd op Nederland 1, 2 of 3 bij de Ster. Het geld dat de Ster daarmee verdient, gaat voor een groot deel naar de publieke omroepen. Een technicus van de Ster plaatst alle reclamefilmpjes voor één sterblok van zo'n 4 minuten in een machine. De machine zet ze in de juiste volgorde achter elkaar. De filmpjes of reclamespots worden gecontroleerd en dezelfde dag uitgezonden vanuit Hilversum. Een fabrikant kan ook reclamezendtijd kopen bij IP. Goedemiddag met IP. Een moment graag, meneer. IP is de organisatie die voor de commerciële zenders RTL 4 en RTL 5 de reclamezendtijd verkoopt. Die commerciële zenders zijn officieel Luxemburgse zenders. Maar de reclamespots worden bij IP in Amstelveen gecontroleerd. Als beste getest overtreft hij de rest. Na afloop worden alle bandjes met spots verzameld. Aan het eind van de middag haalt een koerier ze op en brengt ze pijlsnel naar Luxemburg. Van daaruit worden de volgende dag de reclamespots uitgezonden op RTL 4 en 5. Reclamespots mogen niet zomaar uitgezonden worden. Daar zijn strenge regels voor. De spots mogen niet in strijd zijn met de waarheid. Je mag er dus niet in liegen. Ze mogen niet in strijd zijn met de goede smaak. Er mag bijvoorbeeld niet in gevloekt worden. En de spots mogen niet in strijd zijn met de wet. Discrimineren is verboden. Televisiereclame wordt gemaakt voor verschillende groepen mensen. Ze heet de doelgroepen. De eerste doelgroep bestaat uit de boodschappers, mensen die de boodschappen doen. Vaak zijn dat huisvrouwen die voor de kinderen zorgen. Ik ben groot met nieuwe pull-ups. Nieuw, er zijn nu Huggies pull-ups oefenbroekjes voor jongens en meisjes die graag zindelijk willen worden. Je trekt ze aan als een gewoon onderbroekje en ze beschermen als een luier. De tweede doelgroep bestaat uit mannen. Ze houden van sport en een biertje op z'n tijd. Ook kinderen zijn een belangrijke doelgroep. Ze kijken veel televisie en zijn nieuwsgierig. Welke dinosaurus kon in één hap een hert op? Welke vrat 1000 kilo bladeren op een dag? En welke was groter dan een vrachtwagen? Je leest het in het verzamelwerk Dinosaurus. De vierde doelgroep is die van de tieners. Ze houden van muziek. Thunderdome 4, the dog is dead.
drie cd's, 45 piek. De allerhardste. Thunderdome 4, the original. Shut the fuck up. En dan is er ook nog de doelgroep welgestelde. Dat zijn mensen die veel geld hebben en dure dingen kunnen kopen. Ze maken als het even kan korte of lange reizen. What to do? You know you've completely stolen my heart. Misschien is het jullie wel eens opgevallen dat je voor of na kinderprogramma's geen reclame ziet voor bijvoorbeeld bier of sterke drank. Nou, dat is geen toeval. Bold and the Beautiful. Naar deze serie kijken veel mensen die de dagelijkse boodschappen doen. Het is logisch dat er rondom dat programma veel reclamespots voor die doelgroep te zien zijn. En die spots zijn ook speciaal voor hen gemaakt. Wat een slechte lijn. Hoe is het bij jou? Goedendag. Heet hier. En jij? Ja, hier gaat het goed. Nou ja, regen, koud, slecht weer. Fijn om je stem te horen. Liefje, wat leuk dat je belt. Ik mis je. Ik jou ook. En de kids? De kinderen, ja, hier. Is papa aan de telefoon? Oh, ja. Met papa? Boerenkool en borst. Wat zeg je? Boerenkool met borst? Dat is lekker, zeg. Wat ik eet? Nou, nooit zo lekker als jullie. Als je naar kinderprogramma's kijkt, dan zie je heel vaak daarin reclame die echt speciaal voor kinderen bedoeld is. Je ziet ook bijvoorbeeld, als het over heel veel maanden weer Sinterklaas wordt, dan zie je ook dat het veel drukker wordt in die programma's. Dan komen er veel meer nieuwe speelgoed en nieuwe spelletjes en nieuwe computerdingetjes en et cetera. Allemaal omdat die kinderen dan hun verlanglijstje gaan zitten maken en dan denken van, hé, dat zet ik er even bij. Aan het eind van de middag, als veel kinderen kijken, zie je ook bij de publieke omroepen vaak reclamespots die voor kinderen of tieners bedoeld zijn. Ze hebben weer iets nieuws bij de postbank. De Talkmate. Dat is een kleine handige vertaalcomputer voor 6 talen. En die krijg je als je tussen de 12 en 18 bent en voor het eerst een Giro of een Easy Blue rekening opent bij de postbank. Bel 06 0400. Giro Blauw past bij jou. Christine Groenewegen werkt voor het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, kortweg NIBUD. Dit instituut vertelt volwassenen en kinderen hoe ze het beste met hun geld kunnen omgaan. Kinderen zijn steeds belangrijker voor reclamemakers. Niet alleen omdat er zoveel kinderen zijn, maar vooral omdat kinderen zoveel geld te verteren hebben. Dat is een gigantisch bedrag. Kinderen hebben bij elkaar, scholieren kijken we dan even naar, hebben bij elkaar over een heel jaar gezien zo'n kleine 5 miljard uit te geven. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. Alleen aan zakgeld krijgen ze van hun ouders zo'n 650 miljoen gulden. Nou, dat moet allemaal aan iets worden uitgegeven. Dus logisch dat zij voor reclamemakers zo belangrijk zijn. Hoe leefden ze al die tijd? Waarom stierven ze ineens uit? Hoe weten we zoveel over ze? Elke 2 weken krijg je een deel van het bouwmodel. De bedoeling van zo'n reclamefilmpje is dat je het product ook koopt. Vrijwel iedereen wordt door reclame beïnvloed. Kinderen hebben vaak het idee dat dat niet het geval is, dat ze niet beïnvloed worden door reclame. Maar dat is toch zeker wel zo. Kijk, men heeft dan het idee van ik ben kritisch genoeg, ik let er wel op en het is misschien wel leuk, ik kijk er wel naar, maar ik doe wat ik zelf wil. Maar alleen al het feit dat als je ergens loopt, in een winkel loopt en je herkent een product, dat kan al maken dat je het misschien nu niet koopt, maar volgende week wel. Dus het heeft zeker invloed. Als je echt van de tropen wilt genieten, moet je taxi drinken. De fabrikant van Taxi heeft een reclamespot laten maken die vooral kinderen erg grappig vinden. De fabrikant hoopt zo dat de kinderen de moeders zullen overhalen toch maar vooral dat drankje in de supermarkt te kopen. Ook in reclamespots van sommige wasmiddelen zitten zaken die kinderen erg leuk of grappig vinden.
voor, bij wasmiddelen zie je dan dat reclamemakers het plezier vinden om die kinderen aan te spreken. En dat zie je bijvoorbeeld bij een product als een wasverzachter van Robijn. Dan komt daar een beertje in beeld. Nou, dat is duidelijk gericht op kinderen, want die voelen zich daardoor aangesproken. Nou, de gedachte erachter is dat kinderen, vooral kleine kinderen, vinden het lekker als handdoeken zacht zijn. En vinden dat beertje vervolgens heel erg leuk, voelen zich daardoor aangesproken. En zullen vervolgens hun moeder vragen van, koop dat ook, want dat beertje is zo schattig. En op die manier krijgt die reclamemaker de moeder te pakken en de moeder koopt dan het product. De prijzen voor het uitzenden van reclamespots worden door de Ster en IP heel vaak gewijzigd. Want die prijzen hangen af van de kijkcijfers, dus het aantal mensen dat naar een programma kijkt. Iedere ochtend rollen de kijkcijfers uit deze grote computer in Hilversum. De dienst Kijk- en Luisteronderzoek geeft die kijkcijfers door aan de omroepen, maar ook aan de Ster. Wij geven de kijkcijfers door aan de Ster, omdat de Ster die nodig heeft. Zij willen graag weten hoeveel kijkers er naar een programma gekeken hebben, omdat zij aan de hand daarvan een prijs bepalen voor hun reclamezendtijd. Betekent dat hoe meer kijkers, hoe hoger de prijs? Dat betekent hoe meer kijkers naar een programma en ook het daarop volgende reclamespotje, hoe hoger de prijs van zo'n spotje. Het is aardig om ideeën. Om de prijs van de zendtijd van een reclamespotje te bepalen, is het zeker zo belangrijk om ook vooraf te weten of een nieuw programma veel kijkers zal trekken. Kijk- en Luisteronderzoek heeft hier 10 willekeurige Nederlanders uitgenodigd een nieuw programma-idee van de NCRV te beoordelen. Ze bekijken het in een apart zaaltje. Dat vond ik juist een probleem. De programmamakers kunnen in een andere kamer zien en horen wat de mensen van hun programma vinden. Als die het niet goed vinden, is de kans groot dat er straks niet veel kijkers zullen zijn. Door een programma op deze manier vooraf te testen, kunnen de makers het nog veranderen in de hoop dat er dan wel veel mensen naar kijken. Van sommige al bestaande programma's is bekend dat die altijd veel kijkers trekken. We weten bijvoorbeeld dat, dat grote amusementsprogramma's altijd veel kijkers trekken. En bijvoorbeeld wel 3 miljoen kijkers. Dan geven wij aan de Ster door dat een reclamespotje of de reclamezendheid na afloop van zo'n programma toch ook om en nabij de 3 miljoen kijkers zal trekken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan programma's als Studio Sport of All You Need Is Love. We weten dat ook veel mensen naar het journaal kijken. Dus dat na afloop van het journaal ook nog steeds behoorlijk wat mensen te bereiken zijn met een reclamespot. Rija dan naar het balverlies van Ajax en werk voor Van der Sar die dat... Naar belangrijke voetbalwedstrijden kijken heel veel mensen. Fabrikanten zijn dan ook bereid veel geld te betalen aan de Ster of aan IP wanneer hun spot bijvoorbeeld in de pauze wordt uitgezonden. De fabrikant van Mora Kipsaté betaalt 40.000 gulden voor zijn spotje van 30 seconden. Steeds goed in. Wat er trouwens ook goed in gaat, is onze Mora Kipsaté met zijn stokjes. En die is echt. Nou, houdt u het ook eens van een ander. Bedrijven maken hun reclamespotjes meestal niet zelf. En daar heb je namelijk specialisten voor: reclamemakers. Maar hij is dus warm. En hij is rood. Ik heb er een warm hoofd van. Die is. Wat je ook kan zeggen, is zonder maar nu ook alcoholvrij. Hè? Een hoofdband, je zet hem op je hoofd. Een reclamebureau in Amstelveen. Bedrijven huren zo'n reclamebureau in om de reclame voor hun product te verzinnen. Een reclamebureau heeft de mensen in dienst die verstand hebben van reclame maken, die weten wat mensen prettig vinden aan reclame, wat mensen niet prettig vinden aan reclame en die ook heel goed weten wat mensen belangrijk vinden aan een product of juist minder belangrijk vinden aan een product. Daarnaast is het zo dat het reclamebureau ook een heleboel mensen in dienst heeft die specialist zijn op een klein deelgebied van zo'n campagne. Bijvoorbeeld het maken van alle drukwerk of het maken van alle filmpjes of het bedenken van alle ideeën of het regelen van zendtijd op televisie of het kopen van advertentieruimte in de kranten. En ga zo maar door. Kosten nog moeite worden gespaard om een zo mooi mogelijke reclamespot te maken. Hier de opnames voor een spotje van McDonald's. Opgelet, standby. Attentie.
Turnover. Je loopt. En actie. Ziet er dat uit. En Dertien tegen vier. En actie. Kan gewoon niet zonder hem. Hij is altijd goed. Ik wil hem bijten. Hij ziet er zo lekker stevig uit. Ik krijg nooit goed van hem. Hey, jongens. Ja, dat is echt de harde werkers, hè. Veel acteurs in deze reclamespot zijn leerlingen van een scholengemeenschap uit de omgeving. Er zijn er zo'n 150. Iedereen is al de hele dag in touw voor een spot van 30 seconden. Maar de opnames zijn nog niet afgelopen. Aan het eind van de lange dag krijgt iedere acteur zijn loon. De ideeën van de reclamemakers en de uiteindelijke opname leverden het volgende spotje op. Over de gehele wereld was hij een groot succes. New York lag aan zijn voeten, in Parijs werd hij op handen gedragen en zelfs Tokio ging volledig plat. Hey, McBacon is on tour. Nu live in elk McDonald's restaurant. McDonald's is altijd. Alles wat je in reclame zegt, moet altijd waar zijn. Als je klanten erachter komen dat je de zaak zit te flessen, dat je zit te jokken of te liegen, komen ze niet meer bij je, want je wordt onbetrouwbaar. Ze kopen je producten niet meer en ze vinden je niet eerlijk. En niet eerlijk is altijd dodelijk. In principe is het wel waar wat je vertelt, maar het is niet echt precies zoals het er in werkelijkheid uitziet. Het wordt overdreven, er wordt als het ware een vergrootglas op je neergezet. En ja, dingen die dan extra leuk zijn, die komen er extra groot uit. Neem maar bijvoorbeeld al die reclames met de verjaardagen die bij McDonald's gevierd worden. Die kinderen allemaal met die hoedjes op en zo. Ja, het is natuurlijk niet zo dat McDonald's de hele dag door gevuld is met allemaal verjaardagspartijtjes. Maar als je een camera gewoon bij de deur zet en je laat gewoon maar zien wat voor mensen er binnenkomen, een frietje bij McDonald's eten en vervolgens weer weggaan. Ja, dat is precies de werkelijkheid en dat is natuurlijk niet leuk om naar te kijken.
Een reclamespot is pas goed als de mensen het product dat erin wordt aangeprezen ook gaan kopen. En een makkelijk mee te zingen liedje kan daarbij flink helpen. Sokken en jassen en broeken en dassen. Omo was door en door schoon. Wat je ook wassen moet, Omo is goed voor de wassen van ieder persoon. Nee, Omo raakt nooit overstuur, want Omo was schoon, door en door schoon, bij iedere temperatuur, niet duur. Nou, mensen kunnen zich dit soort melodietjes heel gemakkelijk herinneren, omdat de stukjes, de bouwsteentjes waaruit die melodie is opgebouwd, heel herkenbare, makkelijk te herinneren stukjes muziek zijn. Zoals je ook in Sinterklaasliedjes hebt. Dus de afstanden van de tonen, die liggen heel gemakkelijk in het gehoor. En die zitten in die melodie. Zo is er nog een die ik ooit eens gemaakt heb, bijvoorbeeld van de Domovla. Daar zitten ook dergelijk soort bouwsteentjes, muzikale bouwsteentjes, zitten daarin. Speel het eens. Oeh. Ah, ah, we maken domo. Boe, boe, bla, bla, hopjes vanille en chocola, aardbeien en blanke vla. We maken domo, de domo, de domo vla, in die makkelijke pakken. Heel mooi. We gaan er nog één keer doorheen. En dan denk op die twee punten die echt gelijk moeten, hè? Die aardbeien en we maken domo. Ja. Dan komt hij weer. Oeh, ah, ah, we maken domo vla, boe boe, bla bla, hopjes vanille en chocola, aardbeien en blanke vla. Heerlijk, hou ik bij de vla. Oeh, maak de domo vla, in die makkelijke pakken. Prachtig. Soms krijgen omroepen ook geld van bedrijven terwijl ze niet echt een reclamespot uitzenden. In de omroepwet staat precies wat bij de publieke omroep wel en niet mag. De publieke omroepen op Nederland 1, 2 en 3 mogen maar op een paar manieren reclame voor bedrijven maken. Zoals directe reclame in de reclameblokken van de Ster. Alleen voor of na programma's. Of door sponsorreclame. Het bedrijf heeft dan meebetaald aan het programma. Dan mag de naam van het bedrijf 5 seconden in beeld staan. De commerciële zenders RTL 4 en RTL 5 zijn Luxemburgse zenders. Zij hebben dus niets met de Nederlandse omroepwet te maken. Ook zij zenden directe reclame uit in de reclameblokjes van IP, ook midden in programma's. De commerciële zenders hebben ook sponsorreclame en sluikreclame. Een beetje stiekem reclame in een gewoon programma. Maar goed onderhoud is het behoud van je lak. En dat is nog niet alles. En jullie krijgen ook deze prachtige. Ik zal hem even laten zien, ook aan de kijkers thuis. De publieke omroepen mogen geen sluikreclame uitzenden. Doen ze dat toch, dan kunnen ze een hoge boete krijgen. Volgende week gaat Anders TV kijken over programma's met veel spanning en sensatie. Want als je dat in je programma stopt, dan weet je wel zeker dat er heel veel mensen gaan kijken. En nu de kijkvraag. Je ziet zometeen 3 verschillende soorten reclame. En probeer die verschillende soorten te herkennen. Ik zie je volgende week. Super Mario Bros. 1 en 2 en 3 en een gloednieuw avontuur in de Lost Levels. Beleef de klassieke Super Mario Bros. Serie nu in 16-bit graphics en stereo sound. It's like magic. Super Mario All-Stars. 4 topgames op 1 cassette voor 129 gulden. Nintendo, now you're playing with power. Superpower. Wil jij nog iets bijschrijven aan Karin en Jeff? Nou, doe ze maar de hartelijke groet en zeg maar dat ik er snel weer ben. Maar schrijf dan iets aan Dian. Ik weet zeker dat ze een berichtje van je verwacht. Ja, man.
begeleidend materiaal bij deze serie bestaat uit een leerlingenboek en een handleidingen. Deze kunnen besteld worden alleen tijdens kantooruren bij de NOT, telefoon 035 23 62 60. Om 11:30 gaan we verder met het programma Meienzorg. We pauzeren even tot die tijd.